Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Wat we vandaag doen is het WK tijdrijden voorbeschouwen. Op de achtergrond zie je ook beelden. Dat zijn beelden van het WK tijdrijden in PCR. Vorig jaar wist Tony Martin de trui te bemachtigen voor de vierde keer in zijn carrière. Dat was eigenlijk zo wel een verrassing, omdat hij vorig jaar nog niet eens al heel dominant in tijdrijden was. Hij won niet heel veel tijdritten. Maar op de WK in Qatar wist hij wel zijn man te staan en pakte hij wel gewoon weer die trui. Dit jaar zie ik hem eigenlijk ook niet eens achter als zijn favoriet. Dat heeft te maken met het parcours. Het parcours is 31 km lang. Dat is dan niet zo'n probleem. Het probleem is wel dat er op het einde van het parcours een klim zit van 3 km 9,1% gemiddeld. Tony Martin is dus niet echt een favoriet voor mij. Wie is wel een favoriet voor mij? Dat is bijvoorbeeld Chris Froome. De winnaar van zowel de Vuelta als de Tour start in de tijdrit. En dat klimmetje van 3 km, dat moet er wel gaan liggen. En in het verleden heeft hij ook al bewezen dat hij tijdrit goed kan afsluiten. Zo won hij dus ook de tijd in de Vuelta en werd hij derde in Rio. Iemand die tweede werd in Rio, achter Fabio Cancellara was Tom Dumoulin. Dat is ook een kandidaat voor de wereldtitel. Hij heeft zich na de gewonnen Giro helemaal voorbereid op deze koers, de tijdrit op het wereldkampioenschap. En ook die klim moet hem wel gaan liggen. Alleen is de vraag, gaat hij bijvoorbeeld een Roland Dennis ook voor zich houden? Want dat is mijn persoonlijke favoriet. Ik denk dat hij wereldkampioen gaat worden. Hij is de laatste jaren echt ontwikkeld tot een ware tijdritkanon. Hij wint de meeste tijdritten waar hij aan deelneemt de laatste tijd. En ik denk persoonlijk dat hij het gaat worden. Ik denk ook dat hij die klim gaat er misschien wel wat tijd verliezen op Dumoulin en Froome. Maar ik denk dat hij op het vlakke al wel meer tijd gaat winnen. En dat hij op het einde de snelste tijd heeft gereden. Dan denk ik dus dat Dennis hem wint. En dan gaan we over naar de wegrit. De wegrit is maar liefst 237 km lang. De renners zullen een plaatselijke ronde rijden. Maar in die ronde zit telkens een heuveltje. Wat ik denk is dat het alle kanten op kan. Het kan een sprint worden met een grote groep, maar het kan ook iets voor aanvallers zijn. In beide gevallen moet je rekening houden met Peter Sagan. Peter Sagan won de afgelopen 2 edities al en het zal me niet verbazen als hij de derde eraan toe zou voegen. Hij kan een beetje alles en ik denk dat dit ook weer het kloppenman gaat worden. Een uitdaging is wel, een serieuze uitdaging is wel Kwiatkowski. De winnaar van de Strade Bianca, Milan San Remo en de klassieke San Sebastian heeft dit jaar ook bewezen heel sterk te zijn. En het zou niemand echt verbazen als hij zijn tweede wereldtitel hier pakt. Natuurlijk hebben we dan ook nog als laatste man die ik bespreek, Greg van Avermaat, de winnaar van de World Tour dit jaar, vorig jaar winnaar van de wegrit in de Olympische Spelen. Zal ook de trui niet meer staan. Die kan ook een beetje veel en kan ook een beetje alles aan. Dus dat is ook een mogelijkheid. Maar persoonlijk denk ik toch dat Peter Sagan zijn hat-trick hier compleet gaat maken. En voor de derde keer in de wereldtitel trui gaat pakken. Maar goed, dit zijn mijn voorspellingen. Wat zijn jullie voorspellingen? Dat vraag ik me af. Wat is de voorspelling voor de tijdrit en wat is jullie voorspelling voor de wegrit? Laat het hieronder in de reacties weten en ik ben benieuwd en ik zie dat tegemoet. En ik wil jullie nu in ieder geval bedankt voor het kijken.